In een vorige video heb ik laten zien hoe je vergelijkbare resultaten kunt bekomen met een klein beetje creativiteit met zowel de 56mm 1.2, wat een zeer dure en zware lens is, als met de 35mm 1.4, wat een veel betaalbaardere lens is. En het komt er eigenlijk vooral op neer dat je, als je portretten gaat fotograferen, dus we hadden toen heel specifiek over portretten, dan zal je vaak je diafragma niet zozeer op één, zeker bij kinderen of een onderwerp dat wat vaker beweegt dan een model dat volledig stil kan staan, dan zal je, om genoeg scherpe beelden te bekomen, vaak naar opening 2 gaan of zelfs opening 4. Maar laten we nu bijvoorbeeld van opening 2 spreken. Dus dan hoef je helemaal geen dure, zware 1.2 lens te hebben. Dan kun je even goed met een 1.4 lens uit de voeten, die je ook op 2 kunt plaatsen, of op 4 of 2.8. Maar je kan eigenlijk zelf, als je dan toch op f2 werkt, ook werken met de nog betaalbaardere, recentere f2 lenzen. Dus dat is bijvoorbeeld de 23mm f2. Maar er bestaat ook een 35mm f2 versie van deze lens. En er bestaat zelfs een 50mm f2 versie van die lens. Dus als je echt heel betaalbaar richting dichter naar deze lens wilt, dus zeker bent dat je alleen maar portretten gaat fotograferen, kun je ook die 50 f2 kopen. Als je toch iets meer variabel of meer opties wilt, dan kan je naar de 35 f2 gaan, waar dit nu 23 is. Maar ik zou deze 23 ook eens willen vergelijken met bijvoorbeeld een dure, zwaardere lens, heel specifiek voor landschappen dan. Want 23mm is al breedhoeks al voor portretten vaak. Zeker als je close-ups maakt, zal je al iets te dicht bij je onderwerp moeten gaan, waardoor dat dan minder interessant wordt voor echte portretten. Je kunt wel een heel mooie straatfotografie bereiken met een 23mm. Je kan ook heel schone omgevingsportretten, dus portretten waarbij dat je je onderwerp fotografeert in zijn omgeving, dus dat je meer dan alleen het gezicht fotografeert. Nu, om die lens te vergelijken met een duurdere variant, dan zou ik kijken naar de 10 tot 24mm f4 lens. Dus dat is een breedhoeklens voor landschappen en architectuur. En dan zie je dat deze nu wel een f4 lens is, dus die heeft maximaal opening f4. Maar die is vooral duur omdat er één heel extreme breedhoek op staat. Dus die 10mm is een zeer extreme, de van 24, wat min of meer hetzelfde is als deze 23, kan die veel verder open naar 10mm. Dus dan kan die open, zeg ik, maar dat is niet de correcte term, wijder. Dus een breder gezichtsveld. En 10mm is extreem. En er zit ook nog, het is wel maar een f4, maar er zit wel optical image stabilization op, die je hier in of uit kunt schakelen. Op statief is dan waardeloos, maar om met de hand te fotograferen kan dat wel handig zijn. Maar dit is dus een dure zoomlens. En om die twee te vergelijken, opnieuw, dit kost rond de 800-900 euro, terwijl dit eerder 400 is. En ik denk zelf dat die F2 lenzen nog iets goedkoper zijn dan die 1.4 lenzen. Dus eigenlijk zelf nog goedkoper dan 400 euro volgens mij, maar ik ken de exacte prijs er niet van. Maar ik heb op reis heb ik een aantal foto's gemaakt en die zal ik nu even laten zien. Waar dat je met die twee lenzen. Ik ben eigenlijk begonnen met die 10-24. En als je die op 10 gebruikt, dan ga je echt extreem wijd. Maar het was vooral te omslachtig en te zwaar om overal altijd bij mij te hebben. Dus ik ben al snel met de 23mm lens gaan werken op die reis. En ik moet zeggen, als je natuurlijk, als je op stap bent om alleen maar te fotograferen, dan is dat niks om deze als backup, bijvoorbeeld deze als backup en deze op je camera te gaan monteren. Maar ik was daar eigenlijk om te klimmen en te wandelen en niet zozeer om te fotograferen. Dus dan leek mij deze compacte lens veel handiger om bij te hebben.